Mijn naam is Bianca van Hal, maar dat wist jij waarschijnlijk wel, want je hebt mijn e-book gedownload. Super tof! Alleen al blijkt het in de praktijk vaak zo te gaan dat met het downloaden van een e-book niemand echt geholpen is. Ze worden niet gelezen, de tips die erin staan worden niet uitgevoerd. Ja, dan heb je er eigenlijk dus niet heel erg veel aan. Om er nou voor te zorgen dat die kans vrij klein blijft, bij mijn e-book ga ik je helpen. De komende tijd stuur ik je één keer in de zoveel dagen de tip. Eén voor één. Dus elke keer één tip een beetje uitgewerkt voor jou, zodat jij kan leren omgaan met je gevoeligheid. Zodat jij kan leren wat het leven jou te bieden heeft. Wat jouw gevoeligheid je kan brengen. En dat het geen last hoeft te zijn. Omdat het echt heel erg leuk kan zijn. Zelf ben ik daar een goed voorbeeld van. 30 jaar lang was ik anders, vreemd. Ik begreep mezelf niet, de omgeving niet. Nu, inmiddels, werk ik vanuit mijn gevoeligheid. Ik mag andere mensen helpen. Andere mensen helpen om hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Andere mensen helpen om pijn te verlichten. Van allerlei manieren die ik in kan zetten door mijn hooggevoeligheid om andere mensen te helpen. Dat is echt super gaaf. Ik zeg niet bij dat jij daarmee andere mensen moet gaan helpen. Maar in ieder geval jezelf. Je eigen leven een stukje leuker maken, jezelf wat beter begrijpen. Weet hoe om te gaan met jezelf, waardoor heel veel dingen een andere beleving worden voor je. Waardoor heel veel dingen echt een stukje fijner gaan worden. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk. Daarbij dus een aantal tips voor jou die ik je ga toesturen. Ik hoop dat je ermee aan de slag gaat. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Alleen dan kan het ook echt iets voor je doen. Heb je tussendoor vragen? Mail me gerust. Desnoods mag je me bellen. Maakt mij niet zoveel uit. Waar jij je prettig bij voelt. Maar laat me weten waar je tegenaan loopt. Laat me weten waarmee ik je kan helpen. Is een tip niet duidelijk? Zet het op de mail en laat het me weten. Want ik wil echt dat jij ook jezelf gaat ontwikkelen. En van je gevoeligheid gaat genieten. En daar de mooie dingen van in gaat zien. En gaat merken wat het je kan bieden. In plaats van hoe dat het je belemmert. Ik hoop dat de 5 tips die ik je ga sturen jou positief gaan helpen, jou rust gaan geven, zodat jij kan genieten van elke dag, van elk moment, in de mooie vorm zoals jij bent. We zijn allemaal uniek, we mogen er allemaal zijn en onze gevoeligheid kan ons daar heel goed bij helpen. Heel veel plezier en heel veel succes met de tips die ik je geef. Ik hoop dat je er iets mee kan. Laat het me weten. En dan zou ik zeggen, tot snel in mijn volgende video, waarin ik een van mijn tips aan je ga uitleggen.